Welkom bij de derde aflevering van Leren 24/7, de podcast van Daphne Verkijk van de Happy Learning Academy en Ralf Hillebrand van docent 24/7. Vandaag als gast in ons midden Cor Laming, zoals 2 weken geleden al aangekondigd, onderwijsontwikkelaar met een enorme staat van dienst. Onder andere ook docent geweest bij toen nog het Baronie College in Breda, daarna ROC West-Brabant, ondertussen Curio. Cor, van harte welkom. Ongelooflijk fijn dat je er bent en dat je met ons het gesprek aan wil gaan voor onze podcast. Over, nou ja, eigenlijk jouw missie volgens mij, het leren persoonlijk maken in een contextrijke omgeving. Vond ik het daarmee ja, goed staan? Nou, dat is al een mooi begin, van, want daar gaat het inderdaad over. En dat is ook wel een beetje mijn missie, denk ik, ja. Dus niet alleen de boekenwijsheid en in de boeken, maar vanuit de context leren. En die context is rijk. Dat kan een beroepscontext zijn of een maatschappelijke context. En dat maakt het leren leuker, denk ik. Dat maakt het leren leuker, oké. Ja. Waarom maakt dat het leren leuker? Ben ik dan gelijk benieuwd naar. Omdat in de context kun je eigenlijk jezelf persoonlijk gaan bewegen. En die context die hoeft niet beperkt te zijn tot de directe omgeving, maar eigenlijk is heel de wereld de context. En dus ik denk dat we naar een toekomst gaan waarin dat leren zich ook steeds verder buiten de schoolmuren gaat bewegen. En dat je ook contact kunt hebben met all over the world, en dat je dus daar ook je inspiratie en ook je informatie kunt halen. Dus de schoolmuren of de schoollokalen hebben, ja, dat is eigenlijk de plaats van samenkomen. Maar de wereld is eigenlijk dat is de omgeving. En daar kun je, dat is het leerdomein eigenlijk, zou je kunnen zeggen. En dat zie je ook dat een paar jaar terug werd iemand nog gekapiteld omdat hij een kennis had in Canada. En die had ze gevraagd om informatie over een opdracht. En toen werd dat als vals spelen bestempeld, want dat mocht niet. En nu zien we steeds meer dat eigenlijk waar je informatie vandaan haalt, Dat is aan jouzelf. Want leren, nou ja, leren is heel persoonlijk natuurlijk. Dus, want niemand kan voor jou leren. Dat moet je toch echt zelf doen. Alleen wat de school tot nu toe heeft gedaan, is het wat eigenlijk heel persoonlijk is, weer depersonaliseren. En nu moeten we eigenlijk de weg terug bewandelen dat het natuurlijke gedrag van leren, wat iedereen in zich heeft, dat we dat gaan faciliteren. En daar ligt een beetje mijn missie. Je moet ook met 2 benen op de grond blijven staan. Want je kunt natuurlijk, je kunt alles vrijgeven. Maar alles vrijgeven, dat geeft ook natuurlijk onzekerheid, brengt dat met zich mee. Dus je moet wel een structuur of een hulpmiddel aanreiken, waarmee iemand dat persoonlijk leren ook inhoud kan geven. Want alleen maar zeker van persoonlijk leren, dat doe je al. Dat is jouw natuurlijke gedrag. En succes ermee, ja, dat helpt natuurlijk niemand. Dus je moet een structuur hebben waarmee je dat kunt doen. En dat moet, naar mijn overtuiging, moet dat cyclisch zijn. Omdat tot nu toe hebben we vaak opleidingen, dat zijn eigenlijk blokkendozen. Die stapelen we met een programma. En je doorloopt het programma en uiteindelijk krijg je een diploma. En het zou eigenlijk, zeker als je het over een leven lang leren hebt, zou het eigenlijk veel beter zijn dat je leert hoe dat je dat leren inhoud kunt geven. Dat je daar een instrument voor hebt. En dat je dat ook buiten school kunt gebruiken. En nadien nog. Dus dat je leert eigenlijk jezelf te verbeteren. En wat mij altijd opviel was, ik heb heel veel audits gedaan bij scholen. En dan ga je het kwaliteitssysteem van een schoolorganisatie beoordelen. En dat is eigenlijk ook zo'n systeem van plan, do, check, act. Eigenlijk gericht op continue verbetering. En wat mij destijds eigenlijk verbaasde, was dat dat doen we wel in de schoolorganisatie, maar in het primaire bedrijfsproces, eigenlijk het leerproces van studenten, doen we dat niet. En dat laten we dan over aan de individuele docent. En dat vond ik vreemd.
Dus ik heb me, ik heb me sterk gemaakt om daar iets mee te gaan doen. Dus daar heb ik een systeempje voor bedacht. Een systeempje, zeg maar, gerust echt een uitgebreid onderwijsconcept. Want elke stap in het systeem, die kunnen ze zetten. Dus ze kunnen stap voor stap het systeem doorlopen. Ja. Zodat ze echt aan die kwaliteitsborging kunnen voldoen. Aan het systemisch leren, aan het persoonlijk leren. Maar je zegt echt heel veel, hè, Cor, in een hele korte tijd. Ik zou hem graag echt willen afbellen, want ik denk voor mensen die in het onderwijs staan, dat die denken, wow, tof, super gaaf. Ik maak er geen idee waar ik moet beginnen. Wat zou ik dan moeten doen? En om dan te beginnen bij persoonlijk leren. Ja. Kun je definiëren, wat is dat precies, persoonlijk leren? Persoonlijk leren is, wat ik net al zei, niemand kan voor jou leren. Dat moet je zelf doen. Ja. En wat ik heb gedaan, is eigenlijk een systeem, ik moet het niet minder maken dan dat het is, want het is ook niet, maar die dat faciliteert. En eigenlijk is persoonlijk leren, als jij voor een beroep wil leren, dan heb je een soort basis, dat is de opleiding. Maar in die opleiding moet je eigenlijk steeds meer je eigen kleur kunnen geven aan datgene wat je doet. Want dan eigenlijk zou het zo zijn dat wat de docent doet, moet je eigenlijk zelf straks ook kunnen. En dat is een ontdekkingsreis. En die reis moet gefaciliteerd worden. Dus dat je steeds meer op basis van opdrachten die de school heeft gemaakt, dat je in de reflectie achteraf, dat je persoonlijke leerdoelen en persoonlijke leeractiviteiten kunt benoemen. En die bepalen dan het vervolg van je leren. Want hoe meer dat het leren persoonlijk wordt, hoe meer dat het ook dicht bij je ligt en hoe meer dat ook een bron kan zijn om te kijken hoe dat je verder wil. En als je alleen maar een opdracht uitvoert en daar krijg je cijfer voor, nou is dat tegenwoordig natuurlijk allemaal niet meer zo, maar even het klassieke deel, dan heb je een vergelijk in een groep gemaakt, maar dat is niet persoonlijk. Een cijfer is eigenlijk de meest anonieme verklaring van leergedrag. Wat heb je eraan? Je kunt zeggen, ja, ik heb een 8 en mijn buurvrouw die had een 7, dus ik ben beter. Wat is beter? Ja, maar wat de volgende stap dan is voor jou om mee verder te gaan, dat wordt daar niet duidelijk uit. Nee. Daar zouden wij naartoe moeten. Dat je dat persoonlijk leren, dat je helpt om inzicht te krijgen in je eigen leergedrag. En daarmee aanknopingspunten kunt vinden om verder te gaan. Dat is persoonlijk leren, lijkt me. Maar dat vraagt nogal wat van docenten en studenten. Even om wat duiding daar proberen bij te krijgen. Hou je dit pleidooi over alle schoolsoorten die we hebben? Of zeg je van, dit doen we eigenlijk vanaf het voortgezet onderwijs, vanaf het mbo? Ik heb me vooral bewogen in de beroepskolom. Dus VMBO, MBO en ABO. Omdat we daar omgevingssituaties hebben, beroepsgerichte omgevingssituaties. Ja. En daarnaast heb je maatschappijgerichte omgevingssituaties. En die maatschappijgerichte omgevingssituaties, dat zou ook in het voortgezet onderwijs kunnen. Dan moet je een vertaalslag maken. Maar de gedachte is dat je context hebt. En die context die is rijk. En daar liggen bepaalde verwachtingen en daar moet je aan voldoen. En nou, de gedachte is, mijn gedachte was dat als je nou opdrachten maakt die bestaan uit een aantal deelopdrachten, bijvoorbeeld je hebt 10 weken, iedere week een opdracht, en die opdrachtenopbouw die is zo dat je op het laatst van de laatste opdracht, zeg maar opdracht 9, dat die op het niveau is wat eigenlijk verlangd wordt van je. Dus op zelfsturend niveau. En alle andere opdrachten, die zijn toeleidend. Die beginnen bij reproductieve opdrachten. Dus voordoen, nadoen, zeg maar, op basisvaardigheden. Vervolgens gaan ze naar productieve opdrachten, waar je meer vanuit planmatig denken opdrachten doet. Tot zelfsturende opdrachten, waarin je gevraagd wordt. En nou laten zien wat je kunt. En
Nou ja, en dat is een interessant iets, want dan kun je eigenlijk alles in plaatsen wat je wil. En daarin vindt, en die opdrachten zijn natuurlijk, zijn opdrachten. Opdrachten zijn geen doel op zich, maar zijn een middel. Mm-hmm. Om uiteindelijk gegevens te krijgen op basis waarvan je kunt reflecteren. En dat moet natuurlijk ons. En daarom zijn ook opdrachten, vind ik ook, die zijn inwisselbaar. Dus op het moment dat de student zegt van nou, maar ik zit in een bepaalde situatie en de doelen zijn duidelijk. En ik kan die doelen ook in die situatie behalen. Nou, dan vind ik dat de school daar best open voor zou moeten staan om dat te beoordelen. En dan ook en daar toestemming voor te geven. Als de wereld je leerdomein is, dan is een opdracht van een docent is maar een heel klein deel ervan. Dat is een voorschotje, zeg maar. Maar vraag je, want ik hoor je leerdoelen formuleren, levenlang leren, jezelf ontwikkelen, en daar ben ik het in de basis allemaal mee eens. Alleen, ik constateer ook dat dat voor studenten ongelooflijk ingewikkeld is om dat soort dingen voor zichzelf neer te zetten. Ik ben het helemaal eens met je opmerking van, ik kan je niks leren. Dat heb ik als docent, roep ik dat eigenlijk ook nog altijd. Uiteindelijk, het leren doe jij. Ik kan uitleg geven, ik kan je helpen de goede kant op te kijken. Ik kan inspireren, ik kan je enthousiasmeren, maar uiteindelijk het echte leren, dat is niet aan mij. Ja. Maar ik vind het wel een hele grote opdracht eigenlijk die je bij studenten neerlegt. Dat zal in stapjes moeten. Ja. Maar daar zie ik het wel vaak misgaan op dit moment. Of zie ik dat verkeerd? Nee, dat zie ik ook wel. En dus waar ik een voorstand van ben, is om cyclisch te leren. En dus leercyclus eigenlijk het mobiel te laten zijn om je leren te verbeteren. En in die leercyclus die bestaat dan uit 4 fases. Dus het plannen, het uitvoeren, het reflecteren en het verder leren. En in die leercyclus, dat is de leidraad voor de student om zijn opdrachten te maken. Maar ook voor de docent om te acteren binnen die leercyclus. En dus dat betekent dus dat de docent-expert, dus die de opdrachten begeleidt, dat die samen moet werken met de leercoach of studieloopbaanbegeleider of hoe dat je hem ook wil noemen. Want de gegevens van de docent-expert, daar moet de leercoach mee verder. Dus in die cyclus komen verantwoordelijkheden van actoren samen. De student, de praktijkopleider, de leercoach, de docent-expert. En dat is ook iets waardoor je eigenlijk het leerproces van de student faciliteert op een manier waar het echt ten dienste staat van de stappen die de student aan het nemen is. En dat herhaalt zich iedere leerperiode. Dus dat wordt voor een student, is dat de eerste keer misschien even wennen. Want je moet gaan plannen, je moet een persoonlijk leerplan maken. Dan moet je dat uit gaan voeren. Nou, daar zijn instrumenten voor of documenten voor. Dan vervolgens moet je terug gaan kijken op je leerresultaat, je leerprestaties. En vervolgens, dat is de interne dialoog, bij jezelf te raden gaan. Wat heeft het me nou opgeleverd? En vervolgens breng je dat in bij een leercoach in een leergesprek. Dan heb je de externe dialoog. En daar verzamel je dan gegevens op basis waarvan je persoonlijke leerdoelen en persoonlijke leeractiviteiten gaat stellen. En die leiden weer tot het opnieuw plannen van je leerroute. Zo wordt dat leren steeds persoonlijker, omdat jij steeds meer je eigen doelen gaat formuleren. Mm-hmm. Maar wat nu even een beetje want er zijn opleidingen waarbij die studenten heel erg gemotiveerd zijn en ik me hier gelijk een beeld bij kan vormen dat ze dat gaan doen. Maar ik ken ook zeker binnen het mbo-onderwijs opleidingen waar studenten uiteindelijk kiezen omdat ze toch een opleiding moesten kiezen. Eigenlijk het helemaal niet zo goed weten. Het is niet vanuit een enorme motivatie gekozen. Gaan die het niet enorm zwaar krijgen bij het formuleren van dit soort leerdoelen? Hoe gaan we die begeleiden als ze daar niet uit de verf komen? Nou, die taak dus van de leercoach, die is wel heel wezenlijk. En ik denk dat de leercyclus is eigenlijk het vliegwiel van het leren. En de leercoach, die bewaakt dat samen met de student.
Dus die heeft de taak van, want bij die opdrachten, bij die levensechte omgevingsopdrachten, die dus in 9 stappen, daar zit, bij ieder opdracht zit ook de kennis en vaardigheden die op dat moment belangrijk zijn. Dus wat ooit Frans Meijers noemde, just enough and just in time. Dus dat je zegt van, nou, als je bij deze deelopdracht heb je die kennis nodig. En dat kan zijn dat je daar bijvoorbeeld moet leren om, hoe werkt nou methodisch handelen? Of hoe werkt nou zo'n leercyclus? En wat wordt je per fase dan gevraagd? En nou ja, die leercyclus is helemaal uitgewerkt in iedere fase is 1 document. En dat document, dat is eigenlijk de leidraad op basis waarvan je leren inhoud kunt geven. Dus die reflectie, die is met een aantal vragen, is op die manier geregeld. Dus je hoeft niet de vraag van, en wat vond je ervan? En vertel eens, vragen die gestructureerd zijn op basis waarvan je een antwoord moet geven en die de informatie geven waarmee je verder kunt. En op het einde is een leergesprek met je leercoach, waarin dat allemaal verzameld wordt en besproken wordt. En ik heb zelf de ervaring vaak dat die leergesprekken, die beginnen met en hoe was het, en vaak eindigen ze daar ook mee. En dus dat leergesprek, dat is in 3 fasen ingedeeld van waar staan we nu, terugkijken en vooruitkijken. En iedere fase is een tijdfase aangekoppeld, dus 15 minuten. Dus binnen die, en iedere fase is ook, daar staan vragen die beantwoord moeten worden, die ervoor zorgen dat je uiteindelijk, het einde van het leergesprek, dat je persoonlijke leerdoel en leeractiviteit geformuleerd hebt. Dus een soort plan van aanpak gemaakt hebt. Dus heel gestructureerd. En omdat heel vaak zie je dat mensen verdwalen in het gesprek. En het gaat over privé dingetjes en daar blijft het dan in hangen. En in deze gesprekken moet je dan verwijzen naar een mentor. En als studenten weten van, nou, hier wordt mijn leerervaringen, waar ik zelf een oordeel in eerste instantie over heb gevormd en beschreven, die gaan dat wordt input voor het leergesprek met mijn leercoach. En dat levert dit resultaat op, iedere keer weer. Dan vormt dat een bepaalde structuur die zekerheid geeft in hoe dat je het leren kunt. En of dat het nou niveau 1 is of niveau 4 is, dat maakt niks uit. Dat is voor allemaal, voor iedereen is dat. Alleen je moet er wel voor zorgen dat de dingen die je wil, dat die goed geformuleerd zijn. Daar heb ik wel lang over gedaan om de goede formuleringen te vinden, zodanig dat iedereen snapt van, oh ja, nou moet, dan moet ik dat dus opleveren. Want dat lijkt makkelijker dan het is. En zeker als je naar niveau 1 gaat, ja, dan zit je, daar heb je dan toch echt wel mensen voor nodig hoor, die expert zijn op dat gebied, ja, om dat op een goede manier te formuleren. Duidelijk. Dat is maar even een vraag aan jou, als het mag. Want jij hebt ervaring met deze methode, toch? Ja. Kan je daar iets meer van over vertellen, over jouw ervaringen hiermee? Ja, natuurlijk. Ik heb natuurlijk bij luchtvaartdienstverlener bij Albeda heb ik Cor ontmoet. En daar was ik in de rol van onderwijsmanager. En Cor was in de rol van onderwijsontwikkelaar. Hebben we samen het curriculum op deze vorm nog niet zo doorontwikkeld als dat hij nu is. Want het is nu weer, ook met voortschrijdend inzicht, alweer een stuk verder. Hebben wij eigenlijk de leercyclus als basis genomen voor het onderwijs. Omdat wij met het team het heel belangrijk vonden dat we met studenten gingen praten en niet over studenten. En in de luchtvaart is bijvoorbeeld beroepshouding is ontzettend belangrijk. Maar studenten hoorden dan eigenlijk vaak via wat ze niet goed deden. En dat is in de waan van de dag soms best lastig, want een docent gaat ook van les naar les. En we wilden daar structuur in aanbieden. Dus op basis van die leercyclus ben ik met Cor in aanraking gekomen. En dat was gewoon ontzettend fijn dat studenten vanuit leerdoelen. En dan moet je in het begin niet denken dat de student alles maar zelf moest gaan opstellen. We hebben natuurlijk ook gewoon een kwalificatiedossier. En daar staan de leerdoelen voor het onderwijs, die staan daar eigenlijk al in genoemd. Dus dat is eigenlijk meer structureren. Van leerdoelen dan dat een student echt zelf zijn leerdoelen moet gaan bepalen.
Ik denk wel dat het van belang is dat ze vereenvoudigd worden voor studenten, want het kwalificatiedossier is best ingewikkeld en dat zie je ook nog wel dat het overgenomen wordt. Maar wat gewoon ontzettend belangrijk is, is dat de student de mogelijkheid kreeg om persoonlijke leerdoelen neer te gaan zetten. En als je leren persoonlijk gaat maken, en jij gaf het net al aan, van ja, is dat niet heel moeilijk? En ook voor de studenten die niet bewust kiezen voor een opleiding. Maar je kan het ook anders zien. Als zij zelf ook bepaalde dingen kunnen gaan kiezen, dan gaat dat stukje emotie, dat lampje bij die student zelf, dat gaat branden. Want zij mogen, iedereen heeft wel ergens een passie voor, vindt hij leuk. Ze worden er enthousiast over. Ja, als je dat stukje waar je een stukje je intelligentie, als je dat kan gaan mengen met het stukje emotie, dan gaat er iets bijzonders gebeuren bij een student. Ja. Want dan wordt hij namelijk aangezet tot zelf in beweging komen. En als het alleen maar over het intellect gaat, iets wat een student moet doen. Dus ik ga naar een les en ik moet daar deelnemen, ik ga daar zitten en de docent gaat mij vertellen wat we vandaag gaan doen. Dan ben ik er veel minder emotioneel bij betrokken en ga ik dus in een soort van consumerende houding. En dat hebben we wel gemerkt. Buiten natuurlijk in de context, maar misschien was dat bij ons wat minder van belang, omdat we al een vliegtuig eigenlijk hadden staan in de school. Dus die context die hadden we al, maar door die extra opdrachten eraan toe te voegen, maakte dat wel een hele rijke leeromgeving natuurlijk. Dat was echt top. En ik denk dat zelfsturend handelen ontzettend lastig is voor studenten. Maar kijk om je heen in de wereld van vandaag, ook ontzettend belangrijk om te leren hoe je in veranderende situaties jezelf kunt blijven redden. En ik denk dat we door alleen maar een curriculum aan te bieden op basis van de vakkennis en vaardigheden van vandaag uit een kwalificatiedossier, dat we de wereld om ons heen tekort doen. Ik denk dat de student, maar ik vraag het ook even aan Cor, dat de student er niet meer mee weg kan komen om alleen maar dat stukje beroep, daarom vind ik LOB bijvoorbeeld ook echt een heel interessant onderdeel op het MBO, dat het nodig is om dat stukje echt ook op een voetstuk, wil ik niet zeggen, dat is niet het juiste woord, maar wel echt breder neer te gaan zetten. Een student heeft dat nodig. Hoe leer ik leren? Hoe kan ik via die leercyclus mezelf redden? En niet alleen vandaag, maar ook straks als ik niet meer op school zit. En ik denk dat dat gewoon echt uniek is voor de aanpak die Cor heeft gemaakt. Nou, ik denk inderdaad, Daphne, om daarbij aan te sluiten, dat we, ik heb ook wel een pleidooi gehouden van, leg nou die beroepen waar we toe opleiden, maak dat veel breder. Want mensen, dat is eigenlijk nog een beetje een oud beeld van vroeger werd je timmerman, dan kreeg je een diploma en dan werd de rest van je leven was verzekerd. En nu zien we dat 50% van de mensen die gaan later iets anders doen. Dus dan kun je ook bedenken van wat is de waarde van een diploma op het moment van afstuderen, als dat zo specifiek gedefinieerd is. Zou het niet beter zijn dat je zegt, wij leiden op in een context, die gaat over gezondheidszorg of die gaat over techniek, of waardoor de ruimte om te leren ook veel groter wordt en waardoor het ook veel... de weg die studenten dan in dat persoonlijk leren volgen, die is, als die context veel ruimer is, die vinden hun eigen weg dan toch wel. Ja. Maar dan is het iets wat meer bij hen past en zullen ze waarschijnlijk later ook veel meer mee gaan doen. Maar nu zien we dat de meeste mensen die gaan iets anders doen. En soms is het zelfs zo dat binnen een opleiding datgene wat aan het begin geleerd wordt, op het einde niet meer getoetst kan worden, omdat de wereld veranderd is. Dus we moeten niet vasthouden aan dat idee van opleiden voor een diploma en dan ben je klaar voor de samenleving. Nee, we moeten mensen opleiden zodat ze zich kunnen gaan bewegen binnen de samenleving. Dus dat is veel belangrijk. Nou, dat leren en LOB, je zegt dat terecht. Dat is eigenlijk het vliegwiel van het onderwijs zou dat moeten worden. Ja. En die kennis en die vaardigheden, die we altijd als het meest belangrijke hebben gezien, die moeten daarbij aansluiten. Ja, daar in die vakkennis en vaardigheden oefenen ze wat mij betreft juist hoe ze zich in die samenleving verhouden. En dat bij de een in de context van beveiliging is en bij de ander in de context van economisch bijvoorbeeld. Dat is alleen maar mooi, omdat dat dan enigszins aansluit misschien bij wat je leuk vindt. Maar die laag daaronder, die is juist denk ik ontzettend belangrijk.
Ja, en, maar goed, zolang als wij ook afsteven op een systeem van beoordelen, ja. Zakken en slagen, dan is de toeleiding, het onderwijs wat daar naartoe leidt, ja, dat kun je ook alleen maar op die manier dan inhoud gaan geven. Ja. Dus daar zouden we vanaf moeten. Dus we zouden veel meer dialogisch moeten valideren. Dus dat het leerproces, als alle docenten die in dat leerproces een bijdrage hebben geleverd aan het leren van studenten, nou, dan heb je een soort intersubjectieve betrouwbaarheid. Nou, en dus dan is, je zou ook kunnen zeggen, de waarheid ligt in het midden. Maar dan ken je wel waarde toe aan een leerproces. Ja. En als je daar dan een dialoog over voert, en dat als dus een portfoliobeoordeling daarvan maakt, en, nou ja, dan voorkom je dat mensen alleen maar gaan leren om een voldoende te halen. Dus dan wordt het vallen en opstaan, wat je tijdens het leren hebt, dat wordt beloond. En dan kan ook beloond worden dat op het moment dat je bent gevallen en de manier waarop je bent opgestaan om verder te gaan, dat een bepaalde waarde heeft. En nu zitten we veel meer in cijfers te denken. Nou, ik denk dat die waarde essentieel is, eerlijk gezegd. Hè? Leren doe je toch door vallen en opstaan. Van je fouten leer je. Ja. Alleen van je successen kun je niet de beste resultaten halen. Dus juist die leermomenten zijn zo ontzettend belangrijk. Ja, en nou ja, een van de misverstanden vind ik ook dat wij iedere keer sturen op motivatie, maar we zouden moeten sturen op succes. Ja. Want op het moment dat je succes hebt, dan stijgt je motivatie. En nou ja, je weet het, Daphne, wij beoordeelden dan in termen van wat is goed, wat kan beter. En niet wat is goed en wat is fout. Wat kan beter, dan geef je eigenlijk ook al de aanzet van hoe gaan we verder. Ja. Jij wilde iets vragen, Ralf? Nee, kijk, dit kan ik allemaal volgen, maar uiteindelijk hebben we nog steeds diploma's. En denk ik, wat ik altijd heel ingewikkeld vind is, er kan in het onderwijs heel veel beter. Ik denk ook dat het onderwijs zich continu doorevalueert en beter wordt. Maar wat ik zelf altijd heel ingewikkeld vind, is die zaken van, we leiden op voor beroepen die nog niet bestaan. Dat doen we al 100 jaar. Dat gaat wel wat sneller, maar we hebben ook nog steeds wel ergens een diploma nodig, zodat een buitenwereld weet, dit is wat iemand kan. Zowel in kennis als in vaardigheden. Ja. Want het is mooi om te beoordelen, je bent prachtig gevallen, je bent nog mooier opgestaan. Dat deed je echt heel goed, dat vonden we allemaal. Maar ja, je kan de brandkraan nog niet openzetten op het moment dat je als brandweerman moet gaan blussen. Dan hebben we toch ergens dat vallen en opstaan verkeerd beoordeeld in mijn optiek. En dat vind ik heel moeilijk. Ik merk dat ik dat zoeken vind voor mezelf ook. Ja, nou ja, dat is ook een zoektocht natuurlijk. Alleen, als je cyclisch leert, dan dat wil niet zeggen dat er geen resultaten gevraagd worden. Want de opdrachten die je maakt, die leiden tot een bepaald resultaat. Alleen dat resultaat reflecteer je over. Dat breng je in een leergesprek. En dan ga je vervolgens een plan maken om te verbeteren. Dus je laat in je portfolio wel heel nadrukkelijk zien de weg die jij hebt bewandeld in het vergaren van kennis en vaardigheden. En uiteindelijk is het ook zo dat daar eisen aan zitten. Want ik had laatst een discussie, deed heel even mee met een discussie op LinkedIn over worden leerdoelen in het onderwijs niet overgewaardeerd? En heb ik gezegd van, ik vind dat ze ondergewaardeerd worden. Want nu hebben we een kwalificatiedossier en eigenlijk hebben we daar liever niet mee te maken. Want heel veel docenten die putten het liefst ook uit eigen ervaring. En mijn opmerking was daarbij van, zonder leerdoelen, dat is zwemmen in de oceaan. Dus je moet een sturing hebben op basis waarvan je uiteindelijk je resultaten kunt beoordelen. Was het goed of was het minder goed? En dus die omgevingssituatie die we als uitgangspunt nemen van opdrachten, daar liggen leerdoelen aan te grondslag. En die leerdoelen die kun je samenstellen. Dan moet je natuurlijk het kwalificatiedossier daar een ronddocument van. Maar ook het bedrijfsleven. Want ik heb ook samen met bij het Arbeidscollege hebben we opdrachten gemaakt. Samen met het bedrijfsleven. En dan hadden we een boekje met 9 opdrachten. En daar werd datgene wat voor Jumbo of Netcar belangrijk was.
hebben we daarin opgenomen. Maar wel verantwoord vanuit de leerdoelen van het kwalificatiedossier. Dus het kan heel goed. En dan zie je, en dat was voor mij ook een openbaring hoor, dan bijvoorbeeld bij Netcar, daar kom je binnen als onderwijsjongen. En dan die mensen zeggen van ja, maar wij vinden dit en dat belangrijk. Lean werken. Dat is voor ons belangrijk, want het moet allemaal systematisch zijn. Oké, en dan gaan we samen opdrachten maken waarin ze dat leren. En dat koppelen we aan het kwalificatiedossier. Want daar zitten heel veel overeenkomsten in. En dat als het goed is. Ja, dat is niet altijd zo. Hè, maar er bestaat ook wel ruimte om daar zelf invulling aan te geven. Ja. En daar gebruik ik dan die matrix voor. Hè, om helder te hebben dat het niet alleen maar gaat om basiskennis, maar ook om na te denken, ook om metacognitie en om reflectie en interactie en noem maar op. Dus leerdoelen vind ik heel belangrijk. Hè, dus om te voorkomen dat je in de oceaan gaat zwemmen. En dat vind ik dus in het onderwijs wel eens ondergewaardeerd. Want docenten zijn deskundigen op het gebied van leren. En dat betekent dus dat je de bron van het handelen van iedere docent moet een leerdoel zijn. Daar ligt het vertrekpunt. En op het moment dat we zeggen van ja, daar hebben we eigenlijk niet zoveel mee, dat is overgewaardeerd. Dan haak ik af, want dan valt voor mij de grond onder mijn voeten weg. Ik vind het ook wel bijzonder wat je zegt, Cor. Want als je naar het bedrijfsleven even kijkt, als je even die slag maakt en je wil op succes sturen. En je zegt in het bedrijfsleven dat je geen doelen hebt, hè, vanuit de visie dat je geen doelen stelt, dan kijken ze je aan of dat je gek bent. Omdat je kunt alleen maar iets bereiken als je weet waar je nu staat en waar je naartoe gaat. En als je die gap kan overbruggen, dan ben je ergens naartoe aan het werken. En volgens mij dat ergens naartoe, dat trapje, dat zijn de opdrachten die jij zeg maar maakt. Ja. Vanuit de leerdoelen, waar sta je nu? Nee, waar wil je naartoe? En dan vervolgens een plan maken, waar sta je nu en wat heb je dan nodig om daar te komen? Keer op keer weer. Ja, en dan iedere periode kun je dus resultaten overleggen. En dat was, dat weet ik nog wel, dat was voor de personeelsfunctionaris van Netcar, was dat destijds, die zei van, wauw, nou kan ik ineens zien hoe dat ontwikkeling zich manifesteert. En die was er dolgelukkig mee. Want die wil greep, die wil inzicht hebben over in het leerproces. En niet aan de ene kant er iets instoppen en wachten wat er aan de andere kant uitkomt. Nee, op hoop van zegen dat is wat bij hem past. Ja, en ik denk dat de toekomst zal zijn dat het bedrijfsleven en onderwijs dat meer en meer een verbindenis aangaat in het leren. En daar wordt ook wel soms van gezegd, wij leren niet voor het bedrijfsleven. Hè? Wij zijn een zelfstandig entiteit. Maar ik denk dat de connectie met de samenleving waar het bedrijfsleven een onderdeel van vormt, dat wil niet zeggen dat wij leren on demand, zo is het niet. Maar in het samenstellen van het curriculum luisteren naar wat in het bedrijfsleven nodig is of wat daar speelt, nou ja, dat kan geen kwaad, lijkt me. En dat lijkt me zelfs noodzakelijk. En zo geldt dat ook voor de samenleving. Dus die wordt ook, de wereld wordt een dorp. Dus die connectiviteit met de buitenwereld, die moet je juist omarmen. En die moet je toelaten in het onderwijs. En dus studenten ook die ruimte gunnen om hun opdrachten in die context te kunnen samenstellen. Nou, lijkt me ook geweldig voor studenten, maar ook voor docenten. Want dan worden ze steeds meer diegenen die vanuit een bepaalde deskundigheid kunnen gaan begeleiden. En niet alleen maar diegenen die de emmer volgieten. Nou, gebeurt dat niet meer zo, hoor. Maar het kan nog mooier, denk ik. Cor, in deze tijd, hè, eventjes, alles gaat online natuurlijk nu. Ja. Dat de concept wat jij nu allemaal zegt en vooral dat in verbinding staan met je studenten. Als ik zo kijk naar wat ik nu terugkrijg van de teams die ik zelf begeleid, is dat een van de lastigste. Ik kijk ook even naar Ralf, want er zit natuurlijk ook heel veel is teams aan het trainen daarin. Dat het juist zo moeilijk is om die verbinding online te krijgen.
Hoe zie jij dat om dat in deze tijd volgens jouw concept voor elkaar te krijgen? Ja, kijk, ik vind dat techniek in deze moet ondersteunend zijn. Mm-hmm. Het onderwijssysteem moet op zichzelf kunnen staan, los van techniek. Techniek moet het vereenvoudigen, makkelijker maken. De samenwerking tussen docent en student, die moet eigenlijk door de techniek zo eenvoudig worden gemaakt dat het geborgd wordt. Dat het gegarandeerd gaat dat het goed. Waar eerst als je met formulier rondgaat en in het postvakje gaat stoppen en zo, wat we toch altijd gekend hebben, ja, dan gaat dat mis. Want nee, dat zal niet in mijn postvakje. Dat heb ik niet gezien. Snel feedback kunnen geven en zo van docenten op studenten en dan ook vragen, en wat vind je van de feedback? Ben je mee eens of niet mee eens? En als je het niet mee eens bent, vertel me waarom dat je dat... Nou ja, die communicatie, die is natuurlijk, die is wel heel erg, die wordt al heel erg bevorderd door internet en door de techniek. En dat... Nou ja, daar is dit systeem natuurlijk ook van afhankelijk, want het is een communicatiemodel. Ja, tussen student en docent. En het kan wel, er zitten allemaal formulieren in, maar dat kan allemaal veel eenvoudiger. Maar ja, wat ik ook wel heb begrepen, is dat het bouwen van dat soort systemen, dat is gewoon heel duur. En ik dacht in mijn onschuld, nou ja, dan heb je een solution architect, of hoe heten die mensen tegenwoordig. En die bouwen zo'n systeem voor je. Ja. Dat viel even tegen. Want dat is, en ik ben er ook op scholen mee bezig geweest. En iedere keer loopt dat stuk. Het eerste wat je moet omarmen is cyclisch leren. Daar gaat het om. En hoe, dat is de ingang eigenlijk. En hoe kunnen we dat nou borgen in een digitaal systeem? Dat is een vraag. Maar het systeem op zich is er niet per definitie van afhankelijk. Alleen in deze tijd, ja, moet je. En is het ook wel een groot voordeel op het moment dat dat wel kan. Nou, sterker nog, ik denk op het moment dat je wat je zegt, als de wereld je speeltuin is, wat natuurlijk prachtig is voor studenten, dan wordt de controle van de docent, die nu zijn schaapje zeg maar in de klas heeft, wat super fijn is, die je makkelijk eventjes langs kunt lopen om te kijken hoe het gaat, om even naast te gaan zitten. Dat gaat niet meer, want iemand gaat op pad en die gaat ergens anders iets. Dat kan niet altijd onder schooltijd. Dat moet misschien een keer 's avonds of een interview met iemand, noem maar wat. Dus ik denk wel dat dat stukje online, dat wordt steeds belangrijker. Dus ik ben dan heel benieuwd hoe zich dat ontwikkelt als je constant in contact moet blijven met elkaar. Maar dat is dus wederom, als ik jou goed begrijp, is dat systeem inrichten. Het systeem daarvoor online ook inrichten. Ja, precies, ja. En het systeem is klaar. De documenten, die zijn klaar. Ja. Het gaat erom van hoe vul ik kan ik documenten online invullen? En hoe kan ik reactie daarop krijgen, feedback krijgen van de mensen? Ja. En dat hoeft niet alleen van je docenten te zijn. Want ik denk dat op het moment dat de wereld je speeltuin wordt, dat je ook feedback kunt krijgen van mensen, weet ik waar. Hè? Dus dat hoeft niet alleen van, je kunt ook externe kunnen ik dan raadpleeg. Ja. En niet alleen hoeft dat je docenten zijn. En nou ja, dat maakt het interessant, denk ik. En dan heb je internet nodig. Maar goed, dat is mijn deskundigheid niet. Dus op het moment dat die vraag komt, ja, dan sta ik een beetje met de handen in het haar. Want ik hoop nog eens mensen ontmoeten die me daarbij kunnen ondersteunen. We hebben misschien met... zijn we daarmee bezig om te kijken of dat lukt. Maar ik hoor alleen maar signalen van het is duur, het is duur, het is duur. Dus, maar het zou heel mooi zijn. Het zou echt, en ik denk ook dat het voor... Want weet je, veranderingsprocessen in het onderwijs, dat is altijd moeizaam. Maar op het moment dat je kunt, dat je met een digitale onderbouwing kunt komen, en dat je kunt laten zien van kijk, hoezo werkt het? Dan denk ik dat het veel toegankelijker of veel meer aanspreekt voor docenten. Als dat je alleen maar met lege of met ingevulde formulieren komt. Ja. Ik zou daar.
graag een digitale ondersteuning voor hebben. Ja. Ja. Ja, maar ik denk wel ook in deze online tijd, ook in zo'n leercyclus, dat het vertrekpunt is wel ook een stukje socialisatie en binding met elkaar hebben, ja, om vervolgens online te kunnen, ja, gaan. En ik misschien een kleine kanttekening, ik ben benieuwd hoe jullie daarover denken, is de wereld is je speeltuin. Voor velen geldt dat zo, maar er zijn er ook die daar zeg maar kopje onderin gaan, die veel liever veel kleiner en vertrouwd hadden. En ik denk dat helemaal daar eens ook wel aandacht en oog voor moet blijven, dat het ook echt niet voor iedereen... En dat het ook oké is. En gewild is. En precies, ja. En dat ook oké is. Exact. Ja. Ja, ja. Nou ja, wat ik net zei, is dat ik vind de belangrijkste functie binnen het onderwijs, vind ik die leercoach. Dat is de aanjager van het leerproces. En die bewaakt ook, die stimuleert en die bewaakt. En dat is wel heel wezenlijk. En dat is niet... kijk, nu is LOB, want LOB gaat daar eigenlijk over. LOB wordt vaak ingevuld als een soort kennisdomein. En dat moeten we juist niet hebben. Het LOB is nou juist dat vliegwiel, hè, voor het leren. En daar hoort een specifieke deskundigheid bij. En dat is een leercoach. En dat is iemand die... dat kan niet iedere docent. Dus daar moet je ook voor getraind worden om dat te doen. Dat is net zo'n grote deskundigheid als de materiedeskundigheid van een docent-expert. En dat moeten we ook erkennen. Dat die leercoach echt een specifieke deskundigheid is die stimuleert en bewaakt. Die ook die gesprekken kan voeren. Ook in de tijdspannen die daarvoor staat. En daarin ook tot het gewenste resultaat kan komen. Nou, ga er maar aan staan. Want heel veel docenten hebben een heel groot hart voor studenten. En gelukkig maar. Maar dat is ook soms een valkuil. Dus vandaar die docent-expert heel belangrijk is. Coach. Ja. Ik denk ook echt inderdaad een wezenlijk andere rol. Omdat je bent ook veel meer bezig met de persoonlijke ontwikkeling van zo'n student. Hè, als je leercoach bent. En als je vakdocent of vakexpert of wat je dan ook bent. Zit je veel meer op het intellect. Maar volgens mij het leren. Dat gaat ook in je onderbewustzijn. Zitten allerlei patronen die je jarenlang hebt meegekregen. Dat als je alleen maar aan de bovenkant op het intellect zit, dan komt zo'n student alsnog niet tot het echte succes. Dus zo'n leercoach moet volgens mij ook in zijn mars hebben dat hij naar die huidige opgebouwde patronen kan kijken. Om het daarover te hebben met de student. Hè? Als jij altijd, als voorbeeld, als jij heel vaak te laat komt, of je komt niet opdagen in leergesprekken, of je levert je werk niet in. Dan kan je wel 10 keer tegen zo'n student zeggen, je moet je werk inleveren. Maar hoe kan het nou dat een student zijn werk niet inlevert? Ja, als die vervolgens dat van bijvoorbeeld van huis uit nooit heeft meegekregen. Dat je dingen op tijd moet doen of dat je in structuren kan denken. Dan is dat lastig. En volgens mij als leercoach heb je daar echt een wezenlijk aandeel in. Dat is wel echt een andere rol die veel docenten nu hebben. Ook SLB'ers niet, als ik even kijk naar wat ik zie om me heen. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n leercoach dat die workshops geeft op basis van signalen die hij uit zijn leercoachpraktijk opvangt. En dat hij dan daar... het moet een organisch systeem zijn. Daar horen taken en verantwoordelijkheden bij. En dat moeten we nog eens goed, denk ik, onder de loep nemen, wat dat nou betekent. En die LOB, want het is eigenlijk een LOB-functie, leercoach. En ik ben er een warm voorstander van om het LOB, of om het leercoach te noemen. Want studieloopbaanbegeleider, trajectbegeleider en zo, het gaat om leren. Helemaal eens. Ik vind het een hoop mooie ideeën en stof tot nadenken. Want volgens mij hebben we echt in 40 minuten ondertussen, denk ik, echt ongelooflijk veel besproken en gezegd. Mijn hoofd tolt er een beetje van. Ik merk dat echt heel veel dingen nog bij mij zweven en nog niet helemaal geland zijn, zeg maar. In hoe dat praktisch ook helemaal uit te voeren. Dus daar is wel wat werk voor nodig. Ja, gelukkig dat ik het gestructureerd heb. Maar als mensen hier meer willen over weten, Cor, is dat ergens te vinden? Kunnen ze ergens naartoe surfen, contact opnemen? Ik heb een boek geschreven en dat heet Volop Waardering en Succes.
En dat heeft te maken met wat ik net zei, je moet sturen op succes en op waardering. Dus wat is goed, wat kan beter. Positief proberen te benaderen. En dat is geitenwolle sokkenpraat. Maar dat is je moet studenten meenemen. En dat boek, dat heb ik destijds geschreven. Daar ben ik een aantal jaren mee bezig geweest. Dat is een beetje mijn levenswerk geworden van het onderwijs. En dat, zo gaat dat bij ontwikkelen. Je begint eerst en het dijt uit en het dijt uit en het wordt groter en dik. En als je dan een boek schrijft, wordt het steeds dikker. En op een gegeven moment kom je tot het punt, dan moet je zeggen, kill your darlings. En dan moet je van buiten naar binnen gaan werken. En dus van de 200 pagina's die ik oorspronkelijk had, heb ik er nu 100 gemaakt. En nu heb ik ook het gevoel van, klopt het helemaal. En nou is het ook leesbaar, want het moet niet te dik zijn. Hè, want dan verdwalen mensen er alleen maar in. Dus de kunst is om ingewikkelde dingen zo eenvoudig mogelijk te maken. En ook zo kort mogelijk te beschrijven. Dat kan iedereen gratis. Nou, daar moeten we nog maar eens over hebben, Daphne, hoe dat we dat gaan doen. Maar dat kan iedereen gratis krijgen. Dus dat is beschikbaar. Ja. Ik moet alleen nog even kijken hoe. We zijn ook aan het kijken inderdaad voor die digitale ondersteuning, hoe dat vorm en inhoud zou kunnen krijgen. En dan wordt het een beetje een pakketje, waarin zowel het boek, de digitale ondersteuning, misschien nog wat artikelen die gaan over hoe de wereld van 2030 eruit ziet, om daar sturing aan te geven. Nou ja, ik heb in mijn boek heb ik ook aandacht besteed aan de visie, de hoofdstuk 1, want dat is, vind ik, dat is een van de belangrijke dingen om mee te starten. Daar kunnen ook andere mensen zich over uitspreken. Dus we zijn ermee bezig. Maar het wordt beschikbaar voor iedereen. Dus, en het is vooral ook voor de mensen die... Het is down to earth, hè, om zo maar te zeggen. Het is heel praktisch, je kunt er opdrachten mee maken. Hè, dus voor curriculumontwikkelaars. Ja. Ik heb daar nog wel, als ik nog één vraag mag stellen, want ik denk dat het een belangrijke vraag kan zijn voor veel teams die bezig zijn met onderwijsontwikkeling. Gepersonaliseerd onderwijs is natuurlijk iets wat je echt heel veel hoort. Wat is nou het verschil tussen gepersonaliseerd onderwijs en persoonlijk onderwijs? In jouw optiek? Zit er een verschil of is het hetzelfde? Dat kan ook. Ik zou dan het verschil willen maken tussen gepersonaliseerd onderwijs en persoonlijk leren. En daar zit een verschil in. Want in het ene geval heb je het over de organisatie. En gepersonaliseerd onderwijs is de organisatie die zich inricht om persoonlijk leren mogelijk te maken. Maar eigenlijk gaat het om persoonlijk leren. Daar gaat het om. En het onderwijs moet eigenlijk zich zo inrichten dat ze dat faciliteren. En als we dat dan gepersonaliseerd onderwijs noemen, ik vind het prima. Het is een beetje een semantische discussie, vind ik hoor. Maar betekent dat dan automatisch dat als ik mijn organisatie inricht op gepersonaliseerd leren, dat ik dan ook meteen voldoe aan het criterium voor persoonlijk leren? Niet per definitie, denk ik. Want als je bij gepersonaliseerd onderwijs, dan start je bij de organisatie. In de inrichting. En je moet starten bij het leermoment. Daar moet je starten. En dan moet je vervolgens gaan redeneren. En wat moeten we nou in de organisatie doen om dat mogelijk te maken, om dat optimaal mogelijk te maken. En zodanig dat er voor iedere individueel leerproces van een student mogelijk is om daar op die manier op eigen persoonlijke wijze inhoud aan te geven. En dat is anders redeneren. En wij zijn in Nederland nogal van de organisatie. Dus wij beginnen vaak bij de organisatie van het onderwijs. Nee, je moet eigenlijk beginnen bij een visie op wat is leren. Het gaat over leren en even niet over didactiek. Het gaat over leren. En wat is dat? En van daaruit gaan bekijken van en wat hebben we dan nodig om dat te borgen. En zodanig dat dat voor ieder persoon geldt in zijn meest persoonlijke
aanpak. En dat, nou ja, daar staan. Ja, en hoe dat we het dan moeten noemen, ja, weet je, die termen die... Nee, maar je hoort het natuurlijk in veel. En ik, daarom was ik benieuwd. En ik denk ook dat het belangrijk is om dat te nuanceren daarin. Ja. Dat het echt over het leren gaat en niet over het kunstje van vandaag. En je gaf het aan het begin al aan, vandaag is het gepersonaliseerd leren. Morgen is er weer iets anders. Ik heb jouw boek gelezen natuurlijk. En dat vond ik ook mooi in het voorwoord van Paul Kirsner. Dat heb ik ook tegen Ralf gezegd. Dat het mooi is dat hij ook zei van het gras bij de buren is altijd groener. Maar kijk gewoon ook wat voor moois je zelf al hebt. En zie, stop met al die onderwijsinnovaties, constant die nieuwe trucjes. Ja. Ga nou eens gewoon je eigen onderwijs, de kwaliteit van je eigen onderwijs goed onder de loep nemen. Ja. Ga daarmee aan de slag. Ja, en de borging van dat leermoment, van dat persoonlijk leermoment, dat is de leercyclus. Dus vandaar, dat is eigenlijk, die faciliteert dat persoonlijke leren. Ja. En dus vandaar dat daar dan ook zo'n belang aan heeft. Ja, mooi. Dus, mooi. Ja. Ik vind het een mooie om mee af te sluiten, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet niet of jij nog vragen hebt erover. Nee, ik vond het een prachtig gesprek. En wat ik al zei, ik ga het even laten bezinken. Ik kan zomaar inschatten onze luisteraars ook. Nou, mochten die nou vragen hebben, stel ze gerust ook ergens op de sociale media bij ons. Wie weet dat we Cor nog een keer terugvragen als hij dat al zou willen. Maar dat hangt dan ook een beetje van de vraag af natuurlijk. En dan gaan we Cor peilen van, joh, zie het zit om een tweede keer langs te komen. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Cor, voor je inzichten, voor de antwoorden, voor je verhaal. Dank daarvoor. En nou ja, wij zijn er over 2 weken natuurlijk gewoon weer, Daphne. En ik denk hebben we nog een spoiler? Dat we het gewoon samen gaan doen. Dat is de spoiler. We gaan het met z'n tweeën doen de volgende keer. We gaan het met z'n tweeën doen de volgende keer. Laten we dan maar eens even terugblikken op al die mooie verhalen in ieder geval die we hebben gehoord. Even kijken wat er allemaal weer boven komt borrelen als dit een beetje ingedaald is. Helemaal goed. Okay. Dankjewel in ieder geval, Cor. Ja, jullie ook bedankt. Ik vond het leuk om te doen. Goed zo, dus, mooi. We hebben veel mensen kunnen inspireren, denk ik. Helemaal goed. Dankjewel. Oké, bedankt. Joep, dag. Dag.